Ik heb weer een vraag van u gekregen en die behoort tot de pittige vragen. Hoeveel uur heb ik? Nou, eens even kijken. Want die vraag luidt als volgt. Hoe moeten wij de coronapandemie zien in Gods plan met de wereld? Ja, dat klinkt bijna alsof ik speciaal toegang heb om boven in de boeken van God te kijken. Dit is natuurlijk zo'n kolossale vraag, maar wel heel begrijpelijk. Het ligt eraan wie het vraagt. Nou, dit keer is het aan mij gevraagd. Je kunt de antwoorden die erop gegeven worden ruwweg in tweeën verdelen. Dat had je in het begin ook al. Toen de corona nog maar net uit was, kwamen de antwoorden al. De een kwam van rechts-calvinistisch, bevindelijk gereformeerde zijde. De ander kwam van extreem charismatische zijde. De eerste groep zei, dit is een straf van God. Straf van God. In de watersnood in 1953 werd het ook meteen geroepen. Dit is een straf van God. Als er iets ergs gebeurt, dan wordt dat meteen toegeschreven aan een straf. En die mensen weten ook precies te vertellen wie er dan waarvoor gestraft wordt. Dat zijn natuurlijk altijd de anderen. Dan denk ik, de vrienden van Job zijn nog steeds niet uitgestorven. Die wisten ook meteen precies te vertellen. Oh Job, je hebt steeds iets heel stouts gedaan, daarom straft God je nu. Die antwoorden zijn allemaal tot stilte gebracht. Dat was de eerste paar maanden. U hoort dat nou niet meer zo gauw. Het tweede type antwoord kwam van extreem charismatische zijde. Want je hebt ook gematigde charismatici, dus die scheer ik niet allemaal over in kam. En die zeiden meteen, dit is een list van de duivel. Dus het is of van God of het is van de duivel. Een beetje zwart-wit staat het zo tegenover elkaar. Weet je, eigenlijk is dit helemaal niet zo'n andere vraag als de vraag, wat heeft die pestepidemie in de middeleeuwen eigenlijk te maken met Gods plan met deze wereld? Toen 1/3 van de hele Europese mensheid omgekomen was door die pest. Vele malen erger dan corona. In 1918, toen leefde ik nog niet, maar toen had ik die vraag kunnen krijgen. Die Spaanse griep, hoe past die in Gods plan met deze wereld? En toen was net de Eerste Wereldoorlog voorbij. En de mensen hadden kunnen vragen, die Eerste Wereldoorlog, hoe past die in Gods plan met de wereld? Tweede Wereldoorlog. Hoe past die Tweede Wereldoorlog in Gods plan met de wereld? Je kunt hem met 1000 dingen vragen. En als u een of andere nare ziekte krijgt, kanker, hoe past dat in Gods plan met deze wereld? En hoe past dat in Gods plan met uw leven? Daarom zeg ik, dit zijn de moeilijkste vragen die je stellen kan. En toch hebben wij een boek in de Bijbel dat ons op deze vragen enigszins antwoord geeft. Enigszins. Dat is hetzelfde boek dat ik net al noemde. En dat is dat boek Job. Het begint met het tafereel in de hemel waarbij God en de duivel met elkaar in gesprek zijn. God gaat dat gesprek aan. Hij daagt de duivel uit. Heb je wel 8 geslagen op mijn knecht Job? Want niemand is zo'n geweldige man als hij. Zegt Job, zegt de Satan, Job is geen kunst. Die man is steenrijk, die heeft het allemaal goed. Prachtig gezin. Maar neem hem dat maar eens allemaal af, dan zal hij wel anders piepen. Oké, zegt God, ga je gang. En later moet hij ook nog zijn gezondheid van hem afnemen. En dan staat er in dit alles zonder de Job met zijn lippen niet. Stel je voor dat je aan Job gevraagd zou hebben, Job, wie hebben nou die kudde van jou afgenomen? Had hij 3 antwoorden kunnen geven. De Sabeërs, dat waren namelijk degenen die die kudde geroofd hadden. Hij had kunnen zeggen, dat heeft de Satan gedaan. Die Sabeërs waren niets anders dan een instrument van de duivel. Hij had ook kunnen zeggen, dat heeft God gedaan. Hij wist niks af van dat gesprek tussen God en de Satan in de hemel. En hij geeft een heel simpel antwoord. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Hij neemt het aan uit Gods hand. En hij hoeft daarbij niet precies te weten wat de rol van de duivel erbij is. Of God dat nou toegelaten heeft, of dat God het gewild heeft. Dat is een soort onderscheid dat wij maken. Hè? God wil sommige dingen niet, maar hij laat ze toch toe. Ja, maar dan wilde hij ze toch ook een beetje, anders had hij ze toch niet toegelaten. Hij is toch machtig genoeg om het niet toe te laten. Dit zijn de moeilijkste vragen die je stellen kan. Maar Job geeft een antwoord gewoon uit geloof. En als een vrouw zegt, nou zo'n God, wat heb je daar nou aan? Moet kijken hoe je er nou bij zit, man. Je bent alles kwijt en je gezondheid ook nog kwijt. En dan zegt hij, zouden wij het goede uit de hand van God aannemen en het kwade niet? Met andere woorden,
Hij zit niet te piekeren over de vraag waar komt dat kwade vandaan? Komt dat van het beest uit Openbaring of komt dat van de Satan? Hij neemt het aan uit Gods hand. Daarmee heeft hij natuurlijk nog geen antwoord op al zijn vragen. Ik ben zo blij dat Job niet eindigt aan het eind van hoofdstuk 2. Dan was het toch een goedkoop scheurkalenderblaadje verhaal geworden. Moeilijk woord. Nee, dan begint het pas. Want in hoofdstuk 3 begint hij zijn eigen geboortedag te vervloeken. Want dan ziet hij het zelf ook niet meer zitten. Dan beginnen de vragen pas echt te leven. We hadden ooit heel lang geleden een vrouw bij ons in de buurt. Ze kwamen haar vertellen dat haar kindje verdronken was in het water dichtbij. Het eerste wat ze zei was: de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. En ik dacht bij mezelf, ik zou die vrouw 6 weken later nog wel eens willen spreken. Zou ze dan ook nog zo praten? En dat is met Job ook zo. Zijn eerste antwoorden waren vol geloof. Dat laat ik helemaal staan. Maar dan begint de werkelijkheid tot hem door te dringen. En dan zegt hij, was ik maar nooit geboren. En dan krijg je al die lange hoofdstukken met die verhalen van die vrienden die allemaal precies weten hoe het in elkaar zit. En hij begint tegen God te protesteren, want hij neemt die theorieën van die vrienden eigenlijk een beetje over. Hij denkt, ik word gestraft, want ik heb niks verkeerds gedaan. Heere God, waarom straft u mij? Waarom moet u mij hebben? Hij wordt ook een beetje opstandig, zodat Eliu weer moet komen om te zeggen van, een beetje dimme Job, zo kun je niet tegen God praten. En dan tenslotte, vanaf hoofdstuk 38, het antwoord van de Heere. Je gaat er eens even lekker voor zitten. Want je denkt, nou komt het. Nou gaat de Heer God dat uitleggen hoe dat nou allemaal zit en waarom Job nou zo moest lijden. Hij gaat hem vertellen over die wetenschap in de hemel enzovoort. Nee hoor, niets van dat alles. In plaats daarvan begint de Heer God een lang betoog over het nijlpaard en over het krokodil. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, als je zo in de narigheid zit als Job, is dat het laatste waar je ongeveer behoefte aan hebt. Maar het gaat ook helemaal niet over het nijlpaard en over het krokodil. Het gaat over de behemot en de leviathan. Het gaat over geestelijke machten in de onzichtbare wereld waar God over praat. En hij zegt eigenlijk, als ik het goed lees, dit tegen Job. Job, je wil antwoord hebben op al die vragen waarom mensen moeten lijden in deze wereld, terwijl ze toch geen verschrikkelijke dingen hebben gedaan. Maar eigenlijk ben je te klein om je dat uit te leggen. Toen ik 4 was, heb ik mijn vader overstelpt met vele vragen. En meestal zei hij dan, dat zal ik je wel uitleggen als je ouder bent. En ik weet het nog steeds, ik flapte er een keer uit, nou dan heb u straks een hoop uit te leggen. Dat was ook zo. En een heleboel van die dingen waren wel uit te leggen, maar er waren ook vragen bij die je later ook niet had kunnen uitleggen. En de Heere God zegt, je bent te klein, Job. Was jij erbij toen ik de wereld geschapen heb? Heb jij daar inspraak in gehad? Kun jij me helpen in het wereldbestuur? Kun je al die dingen overzien? Weet je hoe moeilijk het is om een wereld te regeren met zulke machten als de Leviathan en de Behemoth? En dat vind ik zo geweldig. God geeft geen antwoord. Want hij zegt, je bent te klein om het te snappen. En daar moeten we maar ontzettend voorzichtig zijn om vandaag de dag te willen uitleggen waarom er een Eerste en een Tweede Wereldoorlog was, of waarom er een pestepidemie was, of waarom er een corona-epidemie is, of waarom er een Spaanse griep was, of waarom u ziek wordt, of waarom een kind moest sterven, of waarom u zelf kanker moest krijgen. Niemand van ons kan dat zeggen. En als je het aan de Heer God vraagt, dan zegt hij ook, ik zal het je wel uitleggen als je groot bent. Als je straks bij me bent, als je dan überhaupt nog zin hebt om het antwoord te horen, dan gaan we het nog eens over praten. En dan gaan we eens proberen te kijken met mijn ogen naar dat hele wereldgebeuren waar jouw leven een klein onderdeeltje van is. Ik las pas van iemand die zei, zeg eens voordat je 100 jaar geleden geleefd had. Maar laten we zeggen 110 jaar geleden. Met een dreigende wereldoorlog. Dat is vandaag niet zo. Met een Spaanse griep die veel meer slachtoffers heeft geëist dan die hele corona-epidemie. En zoveel andere nare dingen. Je mag nog je handjes dichtknijpen. We piepen heel erg hard en het is ook heel erg moeilijk met die corona enzovoort. Maar en als je mensen daaraan verloren hebt, is dat allemaal heel erg triest. Maar het staat geen verhouding tot wat andere mensen hebben meegemaakt in andere tijden van de wereldgeschiedenis. Maar wij zijn natuurlijk wel heel erg verwend, zodat als ons een keer wat moeilijks overkomt,
wij heel gauw beginnen te piepen. Of met zulke moeilijke vragen, hoe kan God nou zoiets toelaten? Terwijl er veel verschrikkelijkere dingen in de wereldgeschiedenis zijn gebeurd, waar we ook geen antwoord op hebben. En wat is er dus het antwoord op al die niet-antwoorden? Het antwoord is, je moet God vertrouwen. Zoals, hoe heet ze nou alweer, die protestantse non uit Duitsland. Ik kan even niet op haar naam komen, maar die zei tegen de Heer God, ik begrijp niet waar u aan mee bezig bent, maar ik vertrouw u. Dan zei ik de hele samenvatting van het boek, Schlink, zo heette ze, ja, Schlink. En straks kom ik ook nog op de voornaam. En dat is heel mooi. Het gaat er niet om of je het begrijpt. Het gaat er niet om of je snapt hoe dat die pandemie past in Gods plan met de wereld. Want dat weet ik ook niet. En je hoeft ook niet aan de Heer God te vragen. Want hij zegt, daar ben je te klein voor om dat te snappen. Het is geen dooddoener. Mijn vader heeft het later allemaal toch moeten uitleggen. En de Heer God gaat het ook een keer uitleggen. Maar nu kunnen wij dat niet overzien. Het is te groot. We hebben moeite genoeg met de kleine dingen van ons eigen leven waar we geen goed antwoord op weten. Laat staan over zulke dingen die wereldomvattend zijn. En tenslotte nog dit. Wees ook heel voorzichtig om dat allemaal meteen met de eindtijd te verbinden. Die mensen in de middeleeuwen met die pestepidemie hadden veel meer reden om te zeggen van de eindtijd. Dit moet de eindtijd zijn. Zo'n verschrikkelijke plaag. 1/3 van Europa omgekomen. 110 jaar geleden hadden ze veel meer reden om te zeggen we leven in de eindtijd. Met zo'n oorlog op komst en dan ook nog die Spaanse griep. En 40, 50 miljoen mensen die omgekomen zijn, waar niemand op gerekend had dat die oorlog zo verschrikkelijk zou zijn. Als dat niet de eindtijd is, dan weet ik het niet meer. En met alle respect, als we over 50 jaar nog hier mogen zijn, nou ja, wij niet, maar onze kleinkinderen wel. Dan zullen er weer andere gebeurtenissen zijn waarvan ze zeggen, dit is de eindtijd. Natuurlijk, een keer komt die eindtijd. Maar ik vind niet dat we genoeg reden hebben om te zeggen van, nou dit is het. En als het redenen zijn, kan ik nog wel bedenken, dan is het echt niet die coronapandemie hoor. Dan heeft het veel meer te maken met de verhoudingen in het Midden-Oosten, Israël en zijn landen daaromheen. En de grote verhoudingen tussen de wereldmachten. Neem iets als klimaatverandering. Dat is een 100 keer erger probleem dan die corona. Alleen we voelen dat niet zo direct. Maar als je je verstand gebruikt, je kijkt eens goed naar wat er om ons heen gebeurt, is dat probleem veel erger dan die hele corona. Als je een teken van de eindtijd zoekt, kijk dan meer naar die klimaatverandering dan naar corona. Dus laat het maar aan de Heere God over. Zouden we het goed uit de hand van God aannemen en het kwade niet? Vertrouw hem, dat is de essentie. Toen onze kinderen klein waren, stonden ze boven aan de trap en ze sprongen terwijl ik beneden stond zo in mijn armen. Dat doen ze nu niet meer. A, omdat ik oud ben en zij, omdat ze te groot zijn. Ik weet niet of ze het met hun eigen kinderen gedaan hebben, maar dat was vertrouwen. Dat was fantastisch. Ze wisten dat ik naar beneden spring, dan kom ik in papa's armen terecht en dat is allemaal goed. Dat is vertrouwen. Vertrouw God. Hij weet wat hij doet. Mijn vrouw zegt altijd heel graag, het loopt hem niet uit de hand en daar heeft ze volkomen gelijk in. Hoe dat zit, dat is minder belangrijk. Als je maar vertrouwt dat het in goede handen is. God zegen u. En als u zelf nou zo'n vraag hebt, hopelijk iets minder moeilijk dan deze, dan mag u die stellen bij vragen apenstaartje groeieningeloof.nl. En als u meer video's wil volgen, dan kunt u klikken op abonneren. Dat staat allemaal onderaan de video. En de volgende vraag wordt beantwoord DV door DS, Dato Steenhuis. En mij ziet u DV over 2 weken weer terug. Tot dan.